En als je dan ouder werd, mocht je dan nog op stap gaan? Ja, hoe heb Waar ging je dan naartoe? En wat deed je? We mochten gaan op een 16e jaar. Maar niet alle weken, hè. Toch nog niet, maar toch? Nee, toch maar zo, dat was dan te beginnen zo alle 3 maanden zo is. Maar wij waren 17 jaar, maar het moesten we alle zondagen gaan. En dat was dan onze pa. Onze pa was, die leefde, ja, dat was ja, een gewone mens, maar een gemoedelijke nogal. Hè. En dan mochten we weer naar het bal gaan, in de Luna in Koersel. En dan begon om half 6 uur. Dan waren we om 6 uur door, maar we moesten om 11 uur thuis zijn. En we waren om 11 uur thuis. Want als we niet thuis waren, mochten we de zondag erop niet gaan. Maar 2 dagen per week, dat was er ook niet bij. We mochten alleen maar zondag. We mochten goed gaan, maar alleen zondag. En hoe ging je daar naartoe? De voerfiets. Door weer en wind? Door weer en wind. En de versjes aan. Ja, dat is. En dan als de wind in de winter, hè, dan deden we dikke schoenen aan hè, en dan hadden we het gebaasd bij de zadel, schoenschuigjes in. En dan verbinden we even schoenschuigjes aan en daarbij, hup, waren we door. Hè. En onze vulde, dat was een standplaats van fietsen. En dat kostte 5 frank. En als we wandelen weghangen, dat kostte nog 5 frank. En we kregen met mijn drinkgeld mee voor 1 of 2 kolders. Meer hadden we niet. En dat was het. En ook met dansen. Hè. En naar de mannen kijken. Nu, ja. We gaan nu rap, nu. Ja. Nu, we gaan eigenlijk... Allee, even, ja, maar we waren om 20 uur bij we trouwden. Maar dat was toen zo, hè? 20 en 7.